Welkom bij de 7.4 Je Genen Geef Je Door, Biocast. Hier zie je een chromosoom die bestaat uit DNA en zit in de celkern. Dat weet je nog wel. En dat zo'n wenteltrap van DNA bestaat uit verschillende genen. Gen 1, gen 2 en gen 3 bijvoorbeeld. En let op de kleurcodering. Je krijgt namelijk van je vader een set genen. En van je moeder een set genen. En dat gen nummer 2 heeft hier een ander allel bij de moeder dan bij de vader. Dus je bent heterozygoot voor die eigenschap. Een gen codeert voor een eiwit. Als het dominante gen, het dominante allel, een werkend eiwit maakt, en A, kleine a, maakt een defect eiwit, het recessieve gen, dan maakt de combinatie homozygoot dominant, veel eiwit. Heterozygoot maakt dan bijvoorbeeld nog genoeg goed eiwit. En homozygoot recessief maakt alleen het defecte eiwit. Hoofdletter A was dominant en kleine letter A is recessief. Hier hebben we de stamboom uit het boek van degene die die stof PTC wel proeven en degene die het niet proeven. De donkere zijn degene die het wel proeven en de lichte degene die het niet proeven. Daarvan weten we dat die homozygoot recessief zijn, dus die kunnen we invullen. Bij degene die wel proeven, die hebben minimaal één dominant gen. Die vullen we ook in. En als we kijken bijvoorbeeld onderaan, dan zien we daar twee recessieve genen. Dus dat betekent dat de een komt bij de vader vandaan. En de andere komt bij de moeder vandaan. Dus die waren heterozygoot. Hetzelfde kunnen we doen bij de grootvader. Eén recessief gen komt bij de moeder vandaan. Dus het andere moet bij de vader vandaan komen. En dan onderin, kleinzoon, dat weten we niet. Die kan zowel van vader als van moeder het recessieve... of het dominante allel gekregen hebben. Anders is het met de geslachtschromosomen. Daarvan weet je dat een meisje heeft twee X-chromosomen en een jongen een X- en een Y-chromosoom. Als er nou een eigenschap gelegen is op dat X-chromosoom, dan heeft een meisje die in tweevoud en een jongen maar één exemplaar daarvan. En een vader die kleurenblind is, die heeft het genotype x kleine k en een y met een streepje, want op het y-chromosoom daar is die eigenschap niet gecodeerd. Als die gameten maakt, maakt die 50% gameten van een x met een kleine k en 50% een y zonder informatie. De moeder is niet kleurenblind en heeft het genotype homozygoot dominant x grote k, x grote k. Als ze gameten maakt, kan het alleen maar x grote k zijn, 100%. Als we dat invullen in een kruisingsschema, dan krijg je een meisje die heterozygoot is, een jongen die kleuren kan zien, dus x grote k, nog een heterozygoot meisje en een jongen die kan kleuren zien. Als we dat even uitwerken, dan hebben we de genotypische verhouding in de F1 is heterozygoot. Meisjes die heterozygoot zijn en jongens die x grote k i-streepje hebben. En de verhouding is 1 staat tot 1. De fenotypische verhouding is dat alle kinderen 100% kleuren kunnen zien. We kijken naar een andere kruising. Weer een kleurenblinde vader. En daar kennen we het genotype van. Een moeder die niet kleurenblind is, maar die zelf heterozygoot is voor de eigenschap van kleuren zien. Die maakt 50% gameten die x grote k zijn en 50 x kleine k. Die vullen we weer in. En daar komen uit een heterozygoot meisje, een jongen die kleuren kan zien,
een meisje dat kleurenblind is en een jongen die kleurenblind is. Dat betekent, als we dat uitwerken, de genotypische verhouding is 1 staat tot 1 staat tot 1 staat tot 1. 4 verschillende mogelijkheden. De fenotypische verhouding, kleurenblind, niet kleurenblind, is 1 staat tot 1. Een volgende mogelijkheid is de vader die niet kleurenblind is. Hij heeft dit genotype en maakt gameten van x grote k en y met een streepje in de verhouding 1 staat tot 1. De moeder is niet kleurenblind en heeft het heterozygote genotype, dus kan weer 2 verschillende gameten maken. Als we die invullen, hebben we een meisje die homozygoot dominant is, een jongen die kleuren kan zien, een meisje die heterozygoot is en een jongen die kleurenblind is. De verhoudingen. De genotypische verhouding is weer 1 staat tot 1 staat tot 1 staat tot 1. De fenotypische verhouding kleurenblind niet kleurenblind is 1 staat tot 3. 1 kleurenblinde jongen en 3 niet kleurenblinde kinderen, waarvan 2 meisjes. 50% van de jongens is kleurenblind en 0% van de meisjes is kleurenblind. Hier hebben we de stamboom van de Engelse familie van Queen Victoria, die drager was van het hemofiliegen. En je ziet hoe ze dat in haar familie heeft doorgegeven, waarvan er leiders aan hemofilie waren, de mannen en de vrouwen die drager zijn. Nou, hier zie je dat nog een keer uitgewerkt en daar zie je de verhouding tussen de dragers en de leiders.